ZZ Leiden wint bekerfinale. 20 jaar vertraging, maar nu eindelijk schooltuintjes in Zoeterwoude. En Leiden's ontzet, nooit meer hetzelfde. Dag dames en heren, welkom bij het Unity.nu weekoverzicht. In enkele uren is een iconisch bouwwerk uit het straatbeeld verdwenen. De loopbrug die 20 jaar lang voetgangers de gelegenheid bood vanaf het transferium bij de A44 naar de overkant te lopen, is vorig weekend gesloopt. Met drie grote kranen begint de sloop. Eerst wordt het linkerdeel van de loopbrug gesloopt. Die komt met een harde klap op de grond terecht. Daarna wordt de rechterkant vakkundig gesloopt. Het spektakelstuk is rond middernacht, als ook de grote boog eraan moet geloven. De brug moet weg door de aanleg van de Rijnlandroute. Het hele kruispunt wordt opnieuw ingericht om een extra oprit te maken en het verkeer efficiënter af te wikkelen. Het neerhalen van de boog gaat niet heel gemakkelijk, maar na flink wat duw- en trekwerk lukt het de slopers toch en komt de brug deel voor deel naar beneden. Met blauwe rook en luid gejuich zijn de bekerwinnaars van Zorg en Zekerheid Leiden zondagavond onthaald na het winnen van de beker. Bij de 5 meihal stonden uitzinnige supporters de basketballers op te wachten. Eenmaal uit de bus werden ze in hun thuishaven gehuldigd. Jong en oud zingt en springt. Iedereen kan zijn geluk niet op na het veroveren van de beker. De Leidse ploeg is in het Hol van de Leeuw veel te sterk voor landsteden. Onder aanvoering van topscorer Darius Thompson wordt met 87-69 gewonnen. Hij is een van de twee Amerikaanse sterspelers die afgelopen zomer zijn aangetrokken. En zo komt voor ZZ Leiden een einde aan 6 jaar zonder noemenswaardige successen. Het lukt coach Rolf Franke om in zijn eerste seizoen meteen een prijs te pakken met de Leidse club. Wat is zijn magic touch? Dat is het geheim van de Smit. Waar het om gaat is gewoon hard werken. En uiteindelijk zorgen dat je met elkaar graag dingen wil doen. En ik denk dat dat eigenlijk vandaag het mooiste was. Als je 10 spelers gezamenlijk op de bank, in het veld, gewoon een prijs ziet pakken. En dat is leuk. De beker gaat de lucht in, maar die moet natuurlijk wel mee naar Leiden. In een volle 5 meihal gaat het feest vrolijk verder. Dit is fantastisch. Kijk, ik ben 7 jaar hier en ik hoopte dit ooit mee te maken. Ik heb het al eerder meegemaakt, maar als een jeugdspeler. En vandaag maken we het wel mee. En je ziet natuurlijk aan alle fans, iedereen die hier is. Ja, het is gewoon geweldig. I came to Leiden because I wanted to prove myself against good talent. And I wanted to also come to a historical city. And I heard great things about it. And my decision turned out to be perfect. What are you planning to do now? Hopefully win a championship at the end of the year. And that's all what all our focus is right now. ...18 jaar en misschien wel de mooiste dame uit Zuid-Holland. Whitney Glasberg uit Leiderdorp doet mee aan de Miss Beauty Zuid-Holland misverkiezing. En heeft zich ondertussen bij de finalisten weten aan te sluiten. Ik heb vorig jaar al meegedaan. Toen ben ik bekroond tot second runner-up Miss Teen of Zuid-Holland. En omdat ik het toen zo'n leuk traject vond, heb ik mezelf weer aangemeld en ben ik ook gescout. En toen ben ik geselecteerd bij de castingdag en nu sta ik hier. En wat moet je allemaal doen om de Miss Beauty of Zuid-Holland te worden? Je moet je inzetten voor een goed doel, namelijk de Linda Foundation. Daardoor ben ik me ook in gaan zetten voor een sponsorloop. We moeten stemmen behalen door middel van te sms'en, dus... Daardoor kan je Pols uit Holland Whitley naar 3010 sms'en. En we hebben ook bootcamps, fotoshoots. Je moet je zoveel mogelijk in de media laten zien. En zoveel mogelijk eigenlijk reclame maken. Ik heb het vooral deze periode heel druk. Ik zit namelijk in mijn examenjaar, dus ik heb ook nog examens. Maar het komt goed. Hou je het dan nog wel vol? Ja,
Ja. Ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. Dus nee, dat komt zeker goed. Tot 13 april is Whitley dus nog druk bezig. Op die dag krijgt ze te horen wie gewonnen heeft. En dus door mag naar de landelijke finale. Ik denk dat het voor mezelf wel een hele prestatie is. En ja, dit is echt wel een hele overwinning dat ik überhaupt hier sta nu. En 13 april is dus de finale. Dus mocht ik eerste worden, dan ja, ben ik natuurlijk hartstikke trots en blij. Er is te vaak te veel herrie in het centrum van Leiden. Dat vinden althans een aantal binnenstadbewoners. Met behulp van een dik rapport vol met meetgegevens willen ze de verantwoordelijke wethouder nu vragen meer rekening te houden met de binnenstadbewoners als er evenementen in de stad gehouden worden. Op een lenteochtend is het rustig in het centrum van Leiden. Maar als het evenementenseizoen losbarst, kan dit ook het beeld zijn. En dat gebeurt steeds meer, vinden de binnenstadbewoners. Nou, het is zo dat het tegenwoordig zo is dat er een ander type muziek gebruikt wordt, andere versterkers, waardoor er meer bastonen in zitten, waardoor eigenlijk meer bewoners hinder kunnen ervaren van een evenement. Bovendien merken ze dat de evenementen meestal 8 tot 10 uur duren en zo lang willen ze niet binnenblijven op een mooie dag. En dus zien de binnenstadbewoners het liefst dat de decibellen wat omlaag gaan. Maar dat ziet de horeca in de stad niet zo zitten. Want ik denk dat geluidsnormering in de gemeente Leiden al best wel streng ligt, 85 dB. Dat is in het hele land een beetje aan de onderkant van de markt, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat we daarmee nog steeds wel aardige feestjes kunnen organiseren. Maar dat we zeker niet strenger moeten gaan qua geluidsnorm. Nou hoor ik mensen ook zeggen van ja, die binnenstadbewoners die klagen nou wel, maar als ze zoveel last van dat geluid hebben, dan moeten ze maar ergens anders gaan wonen. Ja, dat klopt inderdaad, maar ik woon zelf 30 jaar in Leiden en ik ervaar toch dat er meer evenementen zijn. En dat is niet het enige wat er meer is. Er is meer horeca gekomen, er zijn meer terrassen, er is meer toerisme wordt er gepromoot en dat is allemaal goed voor de economie van de stad. Maar tegelijkertijd legt er ook een wissel op wat de bewoners nog kunnen verdragen. En ik denk dat we nu moeten zoeken naar een iets betere balans. Die is de afgelopen jaren niet aanwezig geweest. De gemeente Leiden laat weten te werken aan een nieuw beleid voor evenementen en zal de klacht van de binnenstadbewoners daarbij serieus bekijken. Maandag is gestart met de sloop van het Chinese restaurant Golden House in de Zoeterwoudse Dorpstraat. Nadat de sloop af is, gaat de gemeente een actieplan uitvoeren om verbeteringen rondom het Dorpsplein aan te brengen. Het actieplan is een opdracht van de gemeente en in samenwerking met betrokken ondernemers en vastgoedeigenaren opgesteld voor een beter Dorpsplein. Het Dorpsplein is nu nog erg in zichzelf gekeerd en moet meer naar buiten gericht worden. Leiden gaat de bewoners van het Witte Singel Doelencomplex nieuwe woningen aanbieden in het centrum. Ze moeten uit hun huurwoningen omdat die op termijn gesloopt gaan worden. De Universiteit Leiden wil op die plek een nieuwe campus bouwen. Maandagavond zijn de bewoners geïnformeerd over waar ze gecompenseerd worden. Het Plexusgebouw aan de Keizerstraat, deze nieuwbouw bij de Meelfabriek en dit toekomstige woningbouwproject aan de Lange Gracht. Deze drie plekken in het centrum ziet de gemeente als een goede compensatie voor de woningen die de bewoners gedwongen moeten verlaten. Het is al lange tijd natuurlijk weerstand, logisch. We zijn nu met ze in gesprek vanaf eigenlijk gisteravond om dat verder uit te werken. Er is nog heel veel uit te werken, dus daar is nog heel veel te doen. Maar ik vond het wel belangrijk om ze als eerste te informeren over welke locaties worden dat nou eigenlijk precies. Voor de bewoners die er soms al tientallen jaren wonen, was het een emotionele avond. Het was een bewogen avond. Er zijn heel veel mensen gekomen, ik denk een man of 40. Maar er waren ook iets van 15 mensen die niet kwamen. Omdat er was een deel wat echt niet kon, maar er was ook een deel die het gewoon emotioneel niet trok. Om dan weer te horen over het feit dat wij weg moeten en naar andere locaties, omdat de universiteit zo belangrijk is en die moet uitbreiden. De Universiteit Leiden wil hier een nieuwe faculteit geesteswetenschappen bouwen, de zogenaamde Humanities Faculty. Uiteindelijk is dit een verrijking voor de stad. We moeten het voor deze bewoners heel goed regelen. Dat is ook mijn verantwoordelijkheid om dat te gaan doen. Daarnaast is het echt strategisch ook van belang dat die binnenstadscampus er ook komt. Voor de 58 bewoners betekent de komst van de campus een hoop onzekerheid voor de komende jaren. Ze konden er niet zoveel van vinden. Ja, heel veel vinden de Keizerstraat best wel mooi, maar de Lange Gracht moet nog helemaal ontwikkeld worden. Dus mensen kunnen niet kiezen. Ze weten niet wat voor huis, ze weten niet waar. Er is nog heel veel onduidelijk. Er is heel veel onduidelijk. Dus er valt niks te kiezen nog. De bewoners gaan nu bekijken of er voldoende animo is om te verhuizen naar de nieuwe locaties. Als een meerderheid van de bewoners echt niet weg wil,
dan lijkt een gang naar de rechter de volgende stap te zijn. Een ontmoetingsplek voor iedereen. Dat moet het buurthuis op de Frederik Hendriklaan in Leiderdorp zijn. Volgende week is het tijd voor taart, want dan bestaan ze precies 1 jaar. Het buurthuis is een ontmoetingsplek voor iedereen. We hebben op dinsdag en donderdagochtend hebben we een open ochtend voor de... Nou, daar komen voornamelijk de ouderen. Die komen koffie drinken, met elkaar praten. Er wordt gehandwerkt, gesjoeld. We gaan puzzelen, legpuzzels maken. En er is nu op het moment, elke eerste dinsdag van de maand, is er een tekenles van iemand die tekenles geeft. Het 1-jarig bestaan gaan ze natuurlijk flink vieren. 12 april, vrijdagavond, is er hier een bingo met leuke prijsjes. Dus iedereen die dat leuk vindt, van harte welkom. En dan hebben we op zaterdagmiddag van 2 tot 5 hebben we hier een feestje, een drankje, een hapje, springkussen voor de kinderen. Er is een sjoelcompetitie, er zijn mensen van de Damvereniging die komen een demonstratie geven. Voor de mensen die het buurthuis nog niet kennen, een leuke gelegenheid om te komen kijken en kennis te maken. We hopen dat heel veel nieuwe bezoekers een kijkje zullen nemen in het buurthuis. We willen eigenlijk wat meer mensen ook uit de verdere wijken, zeg maar. De Kerkwijk, de Doeswijk. Want we hebben hier, uit de Oranjewijk hebben we eigenlijk de meeste bezoekers. Dinsdag organiseerden Leidse middelbare scholieren zelf een conferentie voor hun medescholieren. De leerlingen maakten met de conferentie hun medescholieren meer bewust van kinderrechten en brachten interessante discussies op gang. Welke kinderrechten zijn nou belangrijk? Deze vraag en nog veel meer kregen de leerlingen van het Bonaventura College en Visser het Hoofd in Leiden. Dat allemaal tijdens de scholierenconferentie dinsdagmiddag. De conferentie stond volledig in het teken van kinderrechten en werd gehouden in het Leidse Volkshuis. We hebben eerst een spreker die eigenlijk vertelt een beetje wat er gebeurt vandaag. En dan gaan de kinderen ook met workshops werken aan wat hun rechten nou werkelijk zijn als kind. Kinderen krijgen een blad te lezen met een situatie in een bepaald land. En dan moeten hun geld verdelen over met welke rechten ze precies willen gaan werken en hoe dat nou precies zit daarmee. Wat hoop je te bereiken met deze dag? Nou, dat kinderen gewoon meer weten wat hun rechten eigenlijk zijn. En er ook meer over kunnen nadenken wat ze ermee kunnen doen in de toekomst. We zijn met z'n allen een kinderrechtenverdrag aan het maken voor Iran. En daarmee moeten we nadenken over wat wij de belangrijkste kinderrechten vinden. En dat moeten we gaan opschrijven en dan presenteren voor de rest van de klas. En wat vind jij de belangrijkste kinderrechten? We hebben net eventjes de rechten doorgenomen. En ik denk dat er toch wel uit is gekomen dat ik het recht tegen seksueel misbruik het belangrijkste vind. Omdat wij ook een verhaal gehoord hebben over een meisje uit Iran dat heel erg mishandeld is en zo. We hebben nu over Rwanda hebben het en over hoe dat daar nu zit met de kinderen en die rechten daarvan. En nu gaan we dus het daarover hebben en zelf 3 rechten bedenken die op toepassing zijn van Rwanda. En hoe zit het nou met die rechten van Rwanda? Ja, die zijn niet erg goed. Vooral de gezondheid daar is best wel slecht. Ook het onderwijs moet aan worden gepakt, want er zijn gewoon te weinig kinderen die naar school gaan, waardoor gewoon ze later moeten werken op het land. En hebben jullie zo meteen de kinderrechten opgeschreven en dan? We hebben ze dan opgeschreven en daar moeten we dan de belangrijkste uitkiezen. En die moeten we dan gaan presenteren voor de rest van de kinderen die hier ook zijn. En die gaan ook allemaal de rechten die zij het belangrijkst vinden opschrijven en aan ons vertellen. Rwanda is best wel een beetje tegenovergestelde van Nederland. Dus er zijn niet erg veel belangrijke kinderrechten. Maar wat wel is natuurlijk recht op vrijheid. Gewoon de algemene rechten die wel bijna overal zijn. Maar er zijn bijvoorbeeld niet recht als recht op voeding en dat soort dingen. En dat is denk ik wel heel erg belangrijk dat dat er wel is. Na 20 jaar zijn ze er eindelijk, schooltuintjes in Zoeterwoude. Woensdagmorgen konden de kinderen voor het eerst aan de slag in de schooltuintjes bij basisschool Het Avontuur. Ja, vandaag is de start van de schooltuin in Zoeterwoude. De schooltuin de Groene Handjes. En de kinderen hebben daarnet de paadjes met elkaar getrapt. Wat wil dat nou zeggen? Ze hebben een verdeling gemaakt waar de schooltuinen komen. Het is natuurlijk heel erg leuk als de kinderen leren waar het eten vandaan komt, wat gezonde voeding is. En ja, dat je ziet dat uit zo'n klein zaadje dat er gewoon een hele plant kan groeien die je vervolgens ook nog kan opeten. 20 jaar geleden ontstond het idee voor de schooltuinen. Alleen waren er meerdere problemen waardoor het de afgelopen 20 jaar nog niet is gelukt. Maar waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd? Omdat we gewoon geen geld beschikbaar hadden.
En op een gegeven moment hadden we een plek. Maar die was eigenlijk te ver van de scholen vandaan. En toen zei ze, nee, dat is ook die oplossing niet. Nou, toen kwam gelukkig de fusie van de scholen. Dat ze samen in één gebouw wilden zitten. De kinderen zijn erg blij met de komst van de schooltuintjes. Leerlingen van groep 6 mogen namelijk hun eigen stukje tuin onderhouden. Tussen 8 april en 15 mei zal tussen de A4 en de Laan de Goede Herder in Zoeterwoude-Rijndijk ernstige verkeershinder zijn. Dat komt omdat de Hoge Rijndijk helemaal opnieuw wordt ingericht. De weg zal niet helemaal afgesloten worden, zegt de gemeente. Er komen wel verkeerslichten om het verkeer in goede banen te leiden. Automobilisten kunnen het best omrijden via de Willem van der Madenweg, de A4, de burgemeester Smeetsweg en dan de Hoge Rijndijk. Een plek waar mensen kunnen experimenteren met hun ideeën en projecten voor een betere toekomst. Plant heeft op de Lange Gracht in Leiden een daktuin gerealiseerd. Speciaal voor studenten en ondernemers, waarbij deze ideeën uitgewerkt kunnen worden. Ja, hier achter mij zie je een dakterras, of een inrichting van het dakterras, waar eigenlijk een prairielandschap is nagemaakt. Met daaronder een soort eiendopstructuur waar het water in blijft staan in droge perioden. Zodat de planten niet uitdrogen. Deze plek maakt het zo uniek dat we hier daadwerkelijk een testopstelling hebben, een proeflocatie, waar studenten en ondernemers de nieuwste technieken kunnen testen. Ja, voor studenten, ondernemers, onderzoekers en ook wel burgers uit de stad, uit de regio, die graag meer willen weten over de verschillende innovaties op gebied van circulariteit, klimaatadaptatie, zonne-energie, windenergie. Je kan het zo gek niet bedenken of we kunnen het hier faciliteren. Hier achter mij zie je de Urban Farm in de aanbouw, waar we de groenten gaan kweken voor de stad van de toekomst. En daarnaast een kippenhok, ook nog in de aanbouw, waar we binnenkort de eerste eieren van kunnen gaan eten. Ja, naast de andere inrichting van de daktuin hebben we hier ook 2 of 4 zonnepanelen, die op verschillende ondergronden kunnen worden getest door studenten. Dus één met Mosedum, één met kiezels. En tegelijkertijd wordt ook gemeten hoe de energieopwekking is als die op het noorden staat gericht versus hoe die op het zuiden staat gericht. En tegelijkertijd hebben we hier ook een escape room staan, welke we in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben ontwikkeld. Die bootst eigenlijk naar wat er zou kunnen gebeuren als er een enorme hevige bui aankomt in deze regio. Welke oplossingen zou je kunnen bedenken of moet je eigenlijk oplossen om binnen 20 minuten eigenlijk uit je escape room te komen? De daktuin is donderdag feestelijk geopend. Mogelijk zien we bepaalde projecten vaker voorbij komen in de toekomst. De gemeente Leiden wil zijn historische binnenstad meer ontzien. Vooral op 3 oktober en met oud en nieuw. Daarom maakt burgemeester Lenfrink de hele binnenstad van Leiden vuurwerkvrij. En de feesten op 3 oktober moeten meer worden verspreid. Al 444 jaar is Leiden in de ban van de ontzetting van de Spanjaarden. Het is altijd al een massaal feest geweest, maar de laatste jaren is er zo'n 40 tot 50.000 man op de been. Vooral op de avond voor 3 oktober en vooral bij het stadhuis. 2 oktober, de avond, dan is het echt party, party, party. Dat klopt, de avond van tevoren, want de dag daarna heb je vrij. Groot feest? Probeer het beperkt te houden. Heel druk. Ja. Te druk? Nee. Vindt de gemeente? Vindt de gemeente dat? Het is ook heel gezellig. Het is echt een heel gezellig feest. Waar gelukkig de afgelopen jaren op het gebied van veiligheid weinig te klagen is. Maar we hadden wel een beetje een onheimisch gevoel de laatste jaren. Gaat dit wel de goede kant op? Dus wil Leiden meer coördinatie bij de organisatoren van alle feesten en evenementen in de binnenstad. En meer spreiding. Diezelfde binnenstad zal 3 maanden later met oud en nieuw tussen al het vuurwerk wel bijna een oase van rust worden. Want het gebied binnen de singels wordt, als het aan de burgemeester ligt, vuurwerkvrij. Je loopt risico's op brand en er zijn regelmatig problemen met de openbare orde. Als mensen er netjes mee zouden kunnen omgaan, zelf vuurwerk afsteken niet eens zo slecht is, maar mensen kopen illegaal vuurwerk en gaan er niet handig mee om en gooien ermee. Eigenlijk wil de Raad van Leiden de hele stad vuurwerkvrij maken, maar dat is volgens de burgemeester niet haalbaar. Het Rijk en de wetgeving werken nog tegen. Dus begint het verbod in de binnenstad. Van mij mag dat wel. Ja, ik heb daar niet zoveel problemen mee. Misschien dat er dan een show zou kunnen komen ergens aan de rand van de stad of zo. Dat is misschien een oplossing. Dat zit er nog niet in dit jaar. De Leidenaren zullen het dus moeten doen met het vuurwerk van buiten de singels. Sinds 1970 zorgt elk jaar een wisselende groep studenten ervoor dat de nieuwe studenten aan de Universiteit Leiden
en sinds 2014 ook de Hogeschool Leiden, halverwege augustus kennis maken met de stad, studie en het studentenleven. De LCIT-week. Het 50-jarig jubileum wordt onder andere gevierd met een tentoonstelling in studentencentrum Plexus. Nou, hier kom je binnen in de tentoonstelling. Hier aan onze rechterkant hebben we meteen alle mentorenshirts, crewshirts, dagbladshirts zoals het vroeger heette. En zo is er nog veel meer te zien, want de LCIT-week, de traditionele introductieweek voor studenten, bestaat al sinds 1970. Meer dan genoeg reden dus om een mooie overzichtstentoonstelling te maken. In 1970, wat we ook straks in een tentoonstelling kunnen zien, hadden ze ook al een programmaboekje met wat er de hele week gaat gebeuren. En had iedereen ook al een mentorshirt aan, alle mentoren. En bestond er wat van de Mecum, dat is een tijdschrift voor de aankomende studenten, waar ze kennis kunnen maken met Leiden, allemaal leuke feitjes en weetjes en ervaringen. Dat bestond toen ook al, dus dat is in de jaren door is dat meegegaan. Op deze oude beelden is ook al te zien dat er eigenlijk niet zo heel veel veranderd is door de jaren heen. Maar tegenwoordig is het wel een stuk drukker. In 1970 waren het ongeveer 900 tot 1000 deelnemers. En vorig jaar hadden we er ongeveer 3700. Dus het maakt een enorme groei door. Dat is echt heel erg tof om te zien. Elk jaar komen er nog meer deelnemers bij. Wat weet je van Leiden? Ik kom uit de omgeving Amsterdam, dus ik ben hier totaal niet bekend. Leids ontzet? Sorry? Leids ontzet? Zeg me allemaal niks. Nee, zeg me echt allemaal niks. Dat was de LCIT-week in 2017, maar de tentoonstelling gaat dus veel verder terug. Dit is wel een leuke, dat was de hutspotmaaltijd in 1975. Dat is iets wat toen heel erg werd gedaan. En dit is bijvoorbeeld de Hortus lunch zoals die in 2015 was. Dat is lekker in Hortus Botanicus, iedereen met zijn groepje. Dat is natuurlijk een heel ander beeld dan hoe dat in 1975 was. En ook dit jaar is er weer een LCIT-week in augustus en tot die tijd is ook de tentoonstelling nog te zien. De Duikerbrug in Hoogstgeest is na onderzoek per direct tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. De constructie van de oude brug is niet meer stabiel, waardoor er instortingsgevaar is. De afsluiting van de brug is vooral vervelend voor fietsers. Hij is nu niet meer veilig, we kunnen dat niet meer garanderen. We hebben namelijk gisteren metingen ontvangen waaruit blijkt dat de brug niet helemaal meer zo stabiel is ten opzichte van het afgelopen jaar. Dus die metingen gaan wij nog een keer bekijken. We gaan ook een second opinion daarop loslaten de komende week. Verder gaan we ook onderzoeken of daar noodmaatregelen nog getroffen kunnen worden om de zaak stabiel te houden. En wellicht dat we hem dan weer kunnen openen, maar dat zal uit onderzoek moeten blijken. Het is nu dus nog onduidelijk hoe lang de brug dicht moet blijven. Tot zover het Unity.nu weekoverzicht. Blijf op de hoogte van het nieuws uit de Leidse regio via de app, de radio, televisie, website en social media. Nog een heel fijn weekend.